Maar het is een heerlijke prachtige weer nog steeds. Heerlijk gewoon. En dan ga ik dadelijk... misschien net ook even met Rick... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben bezig om nu al lekker met een bakje koffie neer te zetten. En klaar te maken om lekker richting mijn werk te gaan. Om lekker te werken. Dus dan gaan we daar klaar van maken. Even koffiepers erin. Die erin. En dan gaan we lekker aan. Lekker rolgordijnen bouwen. Goedemorgen wereld. Goedemorgen mensen. Goedemorgen. Goedemorgen! Oké. Okay. Zo. Dat is gewoon altijd elke keer dicht rennen. Want ik ben gewend natuurlijk dat het licht is gelijk als ik wakker word. Maar nu moet ik elke keer wennen dat het donker is. Nu ben bezig met bakken koffie. Klaar te maken om richting werk te gaan. En dan volgende week maandag alweer. Aanstaande maandag moet ik om 6 uur beginnen. Oh mijn god. Bizar. We gaan het zien. Ik weet wat ik moet doen, maar het gaat ook helemaal goed komen. In ieder geval. Dus ik heb er wel zin in. Want volgende week, maandag, moet ik kaartjes doen voor bonuskaarten. Voor actiedingen. En dan moet ik dan dat kaartjes ophangen. Dan denk ik dat jullie wel weten, allemaal kaartjes hangen natuurlijk daar zo. En dan moet ik dat binnenkort doen bij mijn eigen winkel. Dus. Ja. En dan ga ik nu ook lekker wakker worden met de redelijke radio. Zo, ik ben al klaar met werken en ik ga nu lekker richting huis toe. En alleen al het enige wat echt letterlijk wennen is als ik ochtends werk, dat ik moet wennen. Dat het licht ineens is. Want ik ga met donker ga ik richting mijn werk. En als het licht is ben ik klaar. Een heel apart gevoel. En dan ga ik nu lekker richting huis toe. Ga ik lekker bij middag eten. Wat ik ga eten weet ik nog niet. Maar even lekker middag eten. Met een lekker bak koffie erbij. Dat is ook wel lekker. Daarmee kom je thuis. Kan je nog lekker bak koffie drinken. Dan kan je, ja, dat vind ik heerlijk. Dus morgen nog laatste dag werken. En dan lekker weekend. Maar een soort van weekend, want wat ik al gisteren zei, dat ik weg ga zaterdag. Maar dat gaan jullie binnenkort allemaal zien waarvoor dat is. Maar dan ga ik nu lekker richting huis toe. Lekker lekker even lunchen. En morgen ga ik ook met iemand anders lunchen, maar dat gaan jullie morgen allemaal zien. Dus, maar nu lekker richting huis. Heerlijk weer, de zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Heerlijk is dat gewoon. Om lekker gewoon de hele middag voor mezelf te hebben. Dat ik lekker, ja. Dat is gewoon heerlijk. Genieten. Alleen wennen, want voor mensen die niet weten, als ik zelfs naar mijn werk ga ook, moet ik zelfs via achterkant van mijn werk aanbellen om binnen te komen. Want anders kom ik letterlijk ook niet naar binnen. Want de voordeur is dan nog... Als je de ingang is dan nog dicht namelijk. En die gaat pas 7 uur open, maar dan ben ik al aan het werk. Dus precies als ik aan het werk ben, gaat de winkel open. Ik heb nu al een lekker heerlijke bakje koffie hier zo. En daar ga ik lekker van genieten. En tussen uw tijd ben ik bezig te editen. Die nu in de render zit, gelukkig klaar. Maar tussen nu zit ik de hele tijd te denken, wat zou ik eten voor vanavond? En ik zeg ook eerlijk letterlijk, af en toe heb ik honger, af en toe dus gewoon niet. Maar ja, maar het is een heerlijke prachtige weer nog steeds. Heerlijk gewoon. En dan ga ik dadelijk... misschien net ook even met Rick. Maar dan moet ik even vragen nog om even lekker boodschapjes te doen voor avondeten. En wat ik ga eten weet ik nog niet. Ik weet wel wat ik morgen ga eten. Maar na missen... Laten we zo zeggen, ik weet dat ik morgen niet thuis ga eten. Maar wat ik ga eten weet ik niet. Dus dat wou ik zeggen. Op die manier. En ik zat te twijfelen eerst, want ik heb nu al lekker wasje aan gezet. Wat zou ik eerst doen? Maar ik dacht, ik heb er geen handdoeken bijna meer, dus ik heb lekker even handdoeken neergelegd. En volgens mij zit hij in, maar ik weet niet wat. Oh, dan zeg ik, oh, dat is zo slim. Ik heb
Maar dan is hij extra schoon, maar ik zie dat nog een vaatdoekje, een doekje nog in ligt. Ah, dat is zo irritant. Kom je ineens niet achter. Maar in ieder geval, de handdoeken zijn nu lekker aan het wassen. Dadelijk even witte handdoeken nog, die op de grond liggen. En wat ik ook ga doen, is ik dat lange tijd eigenlijk niet gedaan. Ik heb hier ook aangezet. Dus ga ik even aanzetten, want ik heb nog stokjes genoeg. Ik had een paar ingeslagen. Dus ga ik even lekker wierook aanzetten. Dat is even wel lekker, vind ik. Als ik hem open krijg, natuurlijk. Zo. Oh, deze ruikt lekker. Oh, deze ben ik wel benieuwd naar. Ik had er eentje die vond ik echt ongelooflijk niet lekker. Dat had ik al een keer eerder gezegd, natuurlijk. Maar ik denk dat deze wel lekker is. Zo. Hoppakee. Daar heb ik het van. Zo. Dan ga ik hem maar aansteken. Even kijken waar mijn aansteker is. Daar zo. Hoppakee. Daar gaat hij dan. En wat ik al vrij had gezegd, dan ga ik hem altijd blazen. Nee, die staat niet goed aan. Dat zie ik nu al. Ja, nu staat hij goed aan. Zo, dat is opgelost. En staan netjes. Het is nog een tijdje verder. Ik dacht ik ga nog even boodschappen doen, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik moet wel eten natuurlijk. Wat heb ik bedacht? Ik ga lekker een broodje knokkers eten. Dat is ook even een keer lekker. Renno snel even makkelijk. Dus moet ik alleen nog even andere brood pakken. Namelijk. Dan kan ik gelijk even nog een broodje van maken. Vandaar. Ik had ook een patat kunnen eten, maar ik dacht nee joh. Het is weer ongezond. Ook al is dit niet gezonder, maar ik vind patat ongezonder. En morgen ga ik bij iemand anders eten. En waar dan gaan jullie binnenkort morgen horen. En ik zit natuurlijk lekker YouTube kijken. Dan ga ik toch kijken. En dan wacht op knokkers tot die warm is. Zo, ik zit lekker genieten van een broodje knokkers. Even snel gewoon een broodje. Even een keer ook wel lekker. En dan ga ik dadelijk ook een fijn kijken. Maar die moet om 9 uur voetballen. En ik wil eigenlijk één kant op tijd slapen. Dus wat ga ik doen? Ik ga even Feyenoord kijken en als Feyenoord afgelopen is, ga ik denk ik lekker slapen. Dus, ja, ik vind het wel jammer, maar ja, ik ga sowieso wel kijken dat wel, want ik vind het wel leuk om, ik vind het wel leuk om naar te kijken. Feyenoord, Moskou volgens mij, moeten ze, maar ik ben benieuwd wat ze gaan doen in ieder geval. Om 9 uur, ik ben benieuwd en ik ga eerst even lekker van deze eten genieten en daarna Feyenoord kijken. Tussendoor heb ik lekker voetbal zitten kijken. Feyenoord Moskou. En Feyenoord hebben gewoon 3-1 gewonnen van Moskou. PSV verloren. Feyenoord gewonnen. Hoe mooi is dat? Feyenoord heb gewoon gewonnen tegen Moskou. Geweldig. Ik ga ook klaarmaken om lekker in mijn bedje in te gaan. Zo, mijn stem slaat helemaal over. Dus ga ik nog even een paar video's kijken op YouTube. En dan ga ik lekker slapen. En dan wil ik hierbij ook alvast de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in. Groen nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik zag toevallig op Facebook voorbij komen dat waarschijnlijk vuurwerkverbod op heel Nederland zou worden. Dat gaat chaos denk ik worden. Mijn gevoel gaat dat helemaal fout worden.